Dit is uitzending nummer. Ik denk dat het 59 gaat worden. Maar in het kader van Jezus en de samenswering is dit uitzending nummer 3. Dus Jezus en de samenswering, uitzending nummer 3. In het kader van een nieuwsuitzending, ik denk 59. Nou, na deze grappige intro, dit is allemaal hartstikke serieus, dat snap je er wel aan. Dus de samenswering is behoorlijk vervelend. We hebben het over het aantal burgerdoden. Dat gaat richting 1 miljard. En dan hebben we het gewoon sinds we zijn gaan tellen hoeveel er vermoord zijn. Sinds we zijn gaan turven. Oh, weer eentje dood. Oh, weer eentje dood. Streepje, 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 streepje. Dan kom je uiteindelijk dus op ongeveer 1 miljard. En dan denk je waarschijnlijk, oh, wat maakt het uit? Wat een miljard doden. Oh, zeg me dat. Ik weet niet eens wat een miljard is. Nee, inderdaad, dat weet je niet. Ik weet het ook niet. Maar zoveel doden zijn er. Misschien de helft hoor. Misschien valt het allemaal wel mee. En was het in totaal gewoon 500 miljoen. Waar kletsen we over? Maar dat is dus de samenswering. En daar gaat het om. En dat is één club. En Jezus, die was niet lid van de samenswering. Jezus was geen mindcontroller, behalve natuurlijk dat hij mensen wel verbaasde. Tenminste, zo zegt de mythe. Hè? Maar hij was geen mindcontroller. Jezus liep niet te zeggen van, doe dit, doe dat. Jezus ging om met prostituees en belastingambtenaren. Want hij ging namelijk om met mensen. Dus waarom niet met een mens die een prostituee is? Of een belastingambtenaar is? Je moet toch in leven blijven? Toch? Je hebt allemaal je keuze wat je doet. Jezus oordeelde niet over andere mensen. Niet op basis van... Hij oordeelde wel. Maar niet op basis van oppervlakkige dingen. Oh, jij bent een neger. Dus ik mag jou niet. Zo. Daar stond Jezus niet onbekend. Hij heeft wel pikante uitspraken gedaan. Jezus is niet een makkelijke leraar of zo. Maar waarom zou een leraar makkelijker moeten zijn? Hè? Hoe moeilijker de leraar, des te beter die is. Hè? En we pakken het verhaal van de geschiedenis gewoon op. Want mijn bespiegelingen over Jezus, dat zijn mijn persoonlijke bespiegelingen over Jezus. Daar hoef je niks van aan te trekken. Trek vooral je eigen beeld. Bepaal je eigen lijn. Lees Jezus nog een keer na. Wat zei hij eigenlijk? Maar we pakken gewoon op bij de algemene geschiedenis. En we waren in de vorige uitzending gebleven bij koningin Elisabeth de Eerste. En ze heette toen gewoon Queen Elizabeth. En tegenwoordig hebben wij koningin Elisabeth de Tweede. Maar we hebben het niet over de huidige. Dat vind ik een heel raar iemand. Ik snap echt niks van dat mens. Misschien had ik in die tijd ook al niks begrepen van koningin Elisabeth I. Dat weet ik veel. Maar zij was dus aristocraat. Ze zat in Engeland. Ze was koningin geworden. En met haar ook zo'n familielid. Want ze was de opvolger van Bloody Mary. Bloedige Marie. Is nog zo'n drankje naar vernoemd. Dat maak je dan met tomatensap en een vodka. Dus, ik vind het erg lekker zelf. Hoor.
Favoriet drankje. Je moet het niet te vaak drinken. Gewoon een paar keer per dag of zo. Maar niet overdrijven. Niet 30 Bloody Marys per dag of zo. Dan gaat het wel mis. Denk ik. Of ik durf het gewoon niet. Dat kan natuurlijk ook. Ik zou het een keer moeten proberen. Maar Bloody Mary... die heeft dus, dat was een katholiek. En zij werd opgevolgd door koningin Elisabeth. En die was gewoon weer protestant. Die ging met de kont tegen de krib. Koningin Elisabeth heeft contacten gehad met John Dee. Net als in G66. D-double-E. John Dee. John Dee. Occulte man. Erg ingewikkeld allemaal. Maar ze was protestant. En op haar zijn 5 moordaanslagen gepleegd. En dat valt allemaal onder de term de Babington plot. Ik ga het nou niet opzoeken op het internet hoe het nou precies in elkaar zat. Maar wat ik zeker weet, het was allemaal gepland door de katholieke K-kerk. En dan mag je kiezen met K van K-sterretje D of K-sterretje T of K-sterretje DT. Dat maakt me niet uit. Maar die kerk heeft die moordaanslagen aangesticht. Die zijn allemaal mislukt. En toen is ze opgevolgd door een andere protestanter. En dat was koning Jacobus de Eerste. En op zijn Engels is dat King James. En dan hebben we het ergens over het begin van de 17e eeuw. Nou, die King James, die ging lekker door met het protestantisme. Want dan dacht ik, ik ben lekker koning van Engeland. De paus die kan maar lekker aan mijn kont fluiten. Ik ben hier koning van Engeland. Hij was ook hoofd van de Anglicaanse kerk of zo. En dat was allemaal een voortzetting van het werk van Maarten Luther. Is in die zin van, je bent wel tegen de mafioze praktijken van de katholieke K-kerk met D of DT. Maar we houden wel het begrip kerk in stand. De vraag is of het dat goed was. Maar die Bijbel, King James heeft dus een koning Jacobus. King James, die heeft dus een Bijbel laten drukken. En dat is best een mooie Bijbel. Daar kan ik echt niks tegen inbrengen. Erg mooi. Het is ethisch en esthetisch. Het is een prachtig boek. Maar voordat koning Jacobus de Eerste, King James, die Bijbel op tafel wist te krijgen. Want dat lukte dus uiteindelijk in 1611. En toen was die echt klaar. Dus het jaar 1611. 1611. Zo heet die Bijbel ook. KJV 1611. Dat is een mooie Bijbel. Dat is echt... kan je... Nou, je moet even kijken aan je kind wat je uit wil voorlezen. Maar er staan zulke mooie dingen. Niks mis mee. Nou, 6 jaar daarvoor, die Bijbel kwam in 1611. En 6 jaar daarvoor, in 1605, toen heeft het Vaticaan een... dus die Babyloniërs, die baby's, de baby's. De baby is Babylon.
georganiseerde psychopathie. Die heeft een moordaanslag laten uitvoeren op het Britse parlement. En dat heet de Gunpowder Plot. Het buskruidcomplot. Dus dat is mislukt. Die samenzwering is ontdekt. En koning Jacobus heeft gewoon die Bijbel kunnen drukken. Ze zijn wel ontdekt. En ze hadden 36 vaten buskruid onderin het gebouw, onderin het parlementsgebouw, gestashed. En uiteindelijk werd Fenkje er naartoe gestuurd met een aansteker. Nee, er was natuurlijk geen aansteker. Hij had een tondeldoos, denk ik. In 1605 had je geen aanstekers, denk ik. Dat is een aansteker, maar die had hij niet. Hij had een tondeldoos. En hij wilde de hele boel opblazen. Nou, die samenzwering, die is ontdekt. En die man is... wat is eigenlijk met hem gebeurd? Die zal ter dood gebracht zijn of zo, denk ik. Die heette Guy Fawkes. Remember the 5th of November of zoiets. En het is nog steeds een feestdag. Drie keer als het weer 5 november wordt of zo. Dan gaan mensen zeggen dat ze... I am mad as hell and I'm not going to take it anymore. En in Amerika, wat ze op die dag deden, dat hadden ze een pop gemaakt. En dat was de paus. Dus gewoon een pop met een vissenhoed. Ja, en die pop van de paus, die staken ze dan in de fik. Dat vonden ze geinig. Maar dat mocht niet meer, hè, na een tijdje. Dat hebben ze een aantal jaren kunnen doen. En toen zei er iemand, die kennelijk de baas was of zo, van nee, je mag niet meer de paus verbranden. En dan gingen ze dan in plaats daarvan... gingen ze Guy Fawkes, als een pop gemaakt van Guy. Dus Guy, dat is G-U-Y. Guy Fawkes. En dan maakten ze een pop van hem. En die werd dan verbrand. Maar het was natuurlijk de paus. De paus zat erachter. En Guy Fawkes, dat was gewoon een ventje. En toen daarna, dat lukte het niet, hè? Dat lukte dus niet. En ja, die paus werd natuurlijk ontzettend zagrijnig. En toen heeft hij daarna de armada gestuurd. Echt, dat heeft een geld gekost. Dat moet echt ontzettende bakcenten gekost hebben. Iets van 200 boten of zo. En dan geen roeiboten, hè? Maar gewoon zeewaardige boten. Van hout. Het moet klauwen mijn geld kosten. En toen heeft ze de paus, die vloot, die zeevloot, heeft naar Engeland gestuurd. Terugpakken. Eerste 5 moordaanslagen op koningin Elisabeth. Toen de Gunpowder Plot om het hele parlement op te blazen. Nou, allemaal mislukt. Nou, hij stuurt die armada erop af. De Spaanse armada. En dat is een drama geworden. Er zijn hele boeken over geschreven hoe dat fout ging. En de christenen, die waar ik dus bijna alles
van weet, alles wat ik weet, dat christenen, vooral die christenen, die zetten het op een rijtje. En die zeggen dat het mislukken van die armada, dat was de hand van God. Dat was een ingrijpen van God. En het zou zo kunnen zijn. De andere verklaring voor het mislukken van die Spaanse armada is dat die Spanjolen, ja, die kunnen gewoon niet varen. Die moeten gewoon lekker in Spanjolië blijven. Die Spanjolen moeten lekker daar zitten. Want ze kunnen toch, ze zijn gewoon kapot gegaan aan het weer, aan de weersomstandigheden. En de fucking weersomstandigheden. We komen Engeland innemen, maar we vinden het wel heel erg depressief dat het hier zoveel regent. Ja, blijf dan voort in Spanje. Ja, kom op. Dus ik weet ook niet hoe het zit. Maar ik weet wel dat die armada is totaal mislukt. En ze hebben iets van 40% van de bootjes hebben ze teruggekregen. En 60% van de bemanning of zo. Maar ze hebben echt wel, richting de 5% was ze, doei. Dat is een mooi mislukt. En nu denk je, oh, wat erg voor de katholieke K-kerk. Nou, in de volgende uitzending, dan zal ik het erover hebben, hoe het dan toch goed kwam met de katholieke K-kerk. Want ze hebben Engeland echt... Je moest eens weten hoe die mensen opereren. Dat is super slim. En dan gaan we het ook nog hebben over drugshandel. Van drugsbaronnen of zo. En dit komt erna. Maar dit was dus tot en met King James. En de Gunpowder Plot hebben we het over gehad. We hebben koningin Elisabeth I even teruggenomen. En dat was allemaal begonnen in Engeland met Hendrik de Achtste. Henry the Eighth. Dat was de, want de Henry the Eighth, Hendrik de Achtste, die stond vrijwillig onder controle van de paus. Totdat hij dus dacht van, dit vind ik niet leuk meer. En ik word genaaid door die klootzak. Dus toen is hij in opstand gekomen. Nou, en na hem had je volgens mij een, hoe heette die nou, de zesde. En dan kreeg je Maria van Schotland, Bloody Mary, toen koningin Elisabeth, en daarna koning Jacobus. Daar zijn we nu gebleven. En de volgende keer ga ik vertellen hoe ze dat koning Jacobus probleem hebben weten op te lossen. En er ook nog ontzettend veel geld mee wisten te verdienen. Ja, spannend worden zeg. Hey lieve luisteraars. Hartstikke fijn dat jullie dit helemaal tot het einde hebben uitgeluisterd. En ik heb de hik. En ik ga nu zeggen tjus tegen jullie. Dag lieverd.